Ja, mooi hè. Ja, wat denk je? Waarom gaat die man terug naar Heino? Ja, nou, dat heeft hier niks mee te maken. Dit, ja, als je hier niet verliefd op wordt, dan ja, in eerste instantie op een vrouw natuurlijk. Maar als je hier niet verliefd op wordt, dan kun je nergens verliefd op worden, denk ik. Het is nu zo'n 2,5 jaar geleden dat Vincent Hartman het Overijsselse Heino verruilde voor het Schotse Stirling. Hij kon een goede baan krijgen en vorig jaar kwamen ook zijn vrouw en dochter naar het land aan de andere kant van de Noordzee. Maar de naderende Brexit gooit roet in het eten. Ze belanden in een land dat zich in een politieke crisis bevindt. De economische toekomst is erg onzeker. Tom moest naar een nieuwe school en Emma moest naar een nieuwe school. Dus de timing was erg goed wat dat betreft. Want dan kun je een nieuwe start maken. Dan kan iedereen een nieuwe start maken. En dan, Tom had dan zijn opleiding in Edinburgh kunnen afronden. En maar de middelbare school hier en daarna misschien whatever. En dan zit je hier al zo 15 jaar. Nou, dan heb je een financieel praatplaatje bij. Als dat dan allemaal zo, als je dat doorrekent. En dan denk ik van, nou, dan ben ik tegen die tijd ben ik 65. Dan denk ik, nou, dan gaan we dan terug naar Heino. En dan hebben we geen hypotheek meer, dan kopen we een bedrijfspand en dan gaan we lekker fotograferen. Dat was het idee. Ze kochten een huis in Stirling, een redelijk toeristische provinciestad met zo'n 40.000 inwoners. Precies rond de tijd dat de koop van het huis rondkwam, werd het Brexit-referendum gehouden. Ik denk dat we misschien een beetje onderschat hebben. Dat we misschien dachten, zo gek zullen ze toch wel niet wezen met z'n allen. En ja, ik denk dat dat... dat moeten we dus herzien. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet heel erg veel van begrijp. En het is van, ja, dat volwassen mensen gedoe. Dat is een beetje ingewikkeld allemaal. Ik had nooit verwacht dat ze voor zouden stemmen. Dat was denkfout 1. En donderdagmorgen, de 23 op het toilet, lees je het nieuws. En dan denk ik, nou ja, komen ze wel. Ze vinden wel een smoes om het niet door te laten gaan, dacht ik toen. Die smoes is tot op heden niet gevonden. En de tijd begint te dringen. In maart moet de Brexit een feit zijn en de sfeer in het land wordt grimmiger en grimmiger. Het is hier op dit moment is gewoon echt een losgeslagen bende. En ik vind het een beetje verdrietig om te zien hoe mensen met disrespect met elkaar omgaan. Ja. En de manier waarop ze met elkaar praten in het parlement en in de kranten en op nieuwschannels, ik vind het echt... Van de ratten besnuffeld, dat meen ik echt. Je ziet volwassen mensen in de politiek. Die zie je op een, op een bijna schoolpleinachtige manier met elkaar omgaan. En dat vind ik wel verontrustend. In huizen Hartman hakken ze de knoop door. Het huis komt te koop en ze gaan terug naar Heino. Als er geen sprake was geweest van Brexit, dan waren wij hier gewoon gebleven. Dat was natuurlijk het plan. Wij gingen voor de lange termijn gingen we hier. Hè, we gingen wat opbouwen. En dan hadden we niet zo snel alweer teruggekomen naar Nederland. De belangrijkste redenen om terug te gaan zijn het vrij reizen en de benodigde toestemming om in een land dat straks buiten de EU valt te mogen wonen. De vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je wil. Wanneer je dat wilt. En de Brexit die gaat straks die vrijheid beknotten. Wij moeten dan nu, noemen ze dat, settled status moeten we gaan aanvragen. En het feit dat ik gewoon binnen mijn EU-recht hier ga wonen, nu in één keer moet gaan aanvragen of ik al in mijn eigen huis wil blijven wonen. Dat. Ja, sorry hoor. Dat kan ik principieel zijn of niet, maar volgens mij klopt daar iets niet. Dan moet je er ook voor betalen. Sowieso vrijheid is natuurlijk het allergrootste goed wat je als mens hebt. En ik denk dat je op het moment dat je je in je vrijheid bedreigd, beknot voelt, ja, dat voelt niet fijn. Toch zou je kunnen stellen dat ze dit vooraf hadden kunnen weten. De Brexit zat er immers al aan te komen toen ze het huis kochten. Terugkijken op een van mijn oude blogjes.
dat gaat ook over de Brexit. En who cares was de titel, hè? Nou, als ik lees, dan wist ik dus precies wat eventueel mij niet zou kunnen gaan passen in de toekomst. En dat heb ik overal, heb ik daar een reden tegenover staan waarom dat voor mij geen probleem is. En als je er één keer in zit, is het anders. Het is echt anders. Ik heb dat volledig onderschat. De zoon van Vincent en Doreen woont alweer in Nederland. Hij had vooraf al twijfels over het plan. En toen hij ook nog een vriendin in Raalte kreeg, was de keuze voor zijn terugkeer snel gemaakt. De dochter des huizes baalt er echter flink van. En ook Doreen was nog druk bezig haar Schotse bestaan op te bouwen. Ja, het is vervelend, hè? Vervelend. Nee, het is gewoon kut soms. En mijn vriendinnen die vonden het ook echt heel erg jammer. Onze dochter heeft hier ook haar leventje opgebouwd in die anderhalf jaar dat we hier zijn. Die heeft vriendinnen en vriendjes. Ik ben hier aan het werk gegaan, ik ben voor mezelf begonnen. En dat gaat hartstikke leuk. En dat is dan een beetje de downside. Hè? Dat je net, terwijl je nog in een opbouwfase zit van vriendschappen, van werk, dat je die dan vroegtijdig eigenlijk moet gaan afkappen. En nu het bord voor sale in de tuin staat, breekt er een onzekere periode voor de familie Hartman aan. Niet alleen de opbrengst van het huis bepaalt de mogelijkheden in Nederland straks. Er is nog een factor die daar een belangrijke rol in speelt. Kijk, alles heeft te maken met een wisselkoers strakjes. En op het moment dat de pond minder waard gaat worden en we daar dure euro's voor terug moeten kopen, dat gaan we natuurlijk wel in de portemonnee voelen. Het kan maar zo zijn dat dit hele proces heel lang gaat duren, waardoor we de beslissing nemen dat het niet slim is om nu te gaan verhuizen. Omdat bijvoorbeeld de pond beneden de euro komt. De huizenmarkt instort. En dat we al het zuurverdiende geld gewoon als we terug gaan verhuizen gewoon weggooien. Dat gaat gewoon over stevig geld. Ja. Dat gaat wel over, dat gaat misschien wel over 40.000, 50.000 euro. Dat zou betekenen dat we de plannen die we hebben in Nederland misschien wel helemaal niet kunnen uitvoeren. Ondanks alle onzekerheid en grote veranderingen die ze te wachten staan, blijven ze verknocht aan en verliefd op Schotland. Er is ruimte, het is schoon. Je ruikt, als je naar buiten loopt, ruik je de vegetatie. Schotland is wel heel erg mooi. Wat ik wel ga missen is, denk ik, dat weet ik zeker, is de vrijheid. De schone lucht, de bergen, dat je gewoon een uurtje rijdt en dan denk je gewoon welke bergtop ga ik nou eens op. En het houdt niet op, je kunt blijven lopen, het is fantastisch. Dus natuur heb ik echt leren waarderen. Meer dan ik had moeten doen in het verleden, dat geldt voor ons allemaal trouwens. En nu het einde van het avontuur dat Schotland heet in zicht is, is het ook tijd om terug te blikken. Die Schotse droom, die spat zeker niet uiteen. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Het is weer een ervaring rijker, ook voor de kinderen denk ik. En dat gaat bij mij zeker in het rijtje positief weer. Hebben we alleen maar weer van geleerd en hele leuke mensen leren kennen. En dat is zeker geen droom in duigen. Ik denk niet in droom, ik denk redelijk pragmatisch. Maar wat ik net zei is dat de manier waarop ik nu ga starten en de plannen, de ondernemersplannen die ik heb en de energie die ik heb om dat op te bouwen, die had ik anders niet gehad. Ik heb beslissingen die kan ik nu nemen, die had ik anders nooit genomen. Ja, ik begrijp het wel waarom het zo gaat. En ik heb er ook alweer vertrouwen in. Ik bedoel, hier is het ook goed gekomen. Hier had ik helemaal geen vertrouwen erin. En hier heb ik ook hele leuke mensen ontmoet. Dus ik denk dat het daar ook alweer goed komt. Tuurlijk komt het goed. Ja.